Goedenavond allemaal. We gaan beginnen met deze bijzondere commissievergadering van dinsdag 7 april. Bijzonder omdat we voor het eerst een online meeting hebben met z'n allen. Ik zie een heel aantal deelnemers. Ik denk wel dat het handig is dat we even een paar regels doorspreken. Ik heb de microfoon van iedereen even op mute gezet. Anders krijgen we echt heel veel achtergrondgeluiden. En op het moment dat we een onderwerp behandelen, en ik vergeet iemand, want ik heb jullie niet allemaal in beeld, hè, dus het is niet zoals het live is bij elkaar in de raadzaal, dat iemand even knikt of een vinger opsteekt. Dus ik kan dat niet zien. Maar als jullie dan in de chat, hè, die links staat van jullie scherm, even willen aangeven dat je ook graag het woord wilt, dan zal ik je dat ook geven. Dus het zal even iets anders lopen dan normaal. Maar we gaan het zo goed mogelijk doen. Verder is eigenlijk de vergadering en de agenda zoals die normaal ook is. Dus ik denk ook dat het handig is dat we die blijven volgen. Dus ik hoop, we gaan het beste van maken, deze bijzondere vergadering. Dan zijn we bij 2, bij de mededelingen. Nou, die zijn er verder niet. Dan punt 3, de vaststelling van de agenda. Die hebben jullie allemaal voor je op IBABS. En ik zie niks in de chat. Dus ik ga ervan uit dat iedereen het eens is met de agenda. Ik heb er verder van tevoren ook niks over gehoord. Dus die is bij deze vastgesteld. Dan zijn we bij punt 4, het inspreekrecht. Voor het inspreekrecht heeft zich niemand gemeld, dus dat punt hoeven we nu niet te behandelen. Dan zijn we bij agenda punt 5, dat is het vragenuurtje. En ik had begrepen dat de heer Blanke, PvdA, een vraag had. Meneer Blanke, je kan zelf je microfoon even unmuten, maar ik kan het ook doen. Ja, hartstikke goed. Je had een vraag voor het vragenuurtje. Voor twee portefeuillehouders. Dus ik denk dat het misschien handig is om even naar elk vraagstukje even te stoppen. Ja, dat lijkt me het handigst. Doe dat maar. Ja, ga ik dat doen. Goed, in de media valt te lezen dat de gemeente Amsterdam 3250 laptops beschikbaar stelt en daarnaast 450 hotspots voor de leerlingen die anders geen thuisonderwijs kunnen volgen. En met deze noodmaatregel wil de gemeente kansenongelijkheid tegengaan. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld in Nederland of in Den Haag honderden leerlingen waar geen contact mee te krijgen is. En de verwachting is dat er in Nederland nog wel veel meer leerlingen zijn waar geen contact mee te krijgen is. En de grootste zorg bij het onderwijsveld is de onveilige thuissituatie bij sommige kinderen. En de kindertelefoon gaf al aan dat ze op dit moment 50% meer telefoontjes krijgen. En dit gaat soms over vragen over het coronavirus, maar ook over de steeds verslechterende thuissituatie. Nou, daar heb ik een aantal vragen over aan de portefeuillehouder. De eerste is aan de heer Huizing. Zijn er signalen van scholen of ouders dat er voor sommige leerlingen niet goed thuisonderwijs gegeven kan worden door gebrek aan materiaal en of goed werkend internet? Heeft het college hier gesprekken over gehad met de schoolbesturen? En wat is de bereidheid van het college om dit op te lossen bij eventuele problemen? Dat is eigenlijk even het eerste gedeelte. Oké, dan gaan we eerst even voor het eerste gedeelte, voor de beantwoording van deze vragen, naar de heer Huizing. Kunt u daar antwoord op geven? Ja, zeker, voorzitter. Dat kan ik. Laat ik eerst even met wat anders gaan beginnen. Want volgens mij is het ook wel goed om hier ook te benoemen dat het ontzettend knap is om te zien dat alle scholen echt in no time thuisonderwijs hebben neergezet. De een was al wat verder met digitaal werken dan de ander. Maar als je gewoon echt ziet wat ze in die hele korte periode nu met z'n allen hebben neergezet, dat is denk ik indrukwekkend. En ook de samenwerking daarin met bijvoorbeeld kinderopvang, als het gaat om kwetsbare kinderen, dat gaat heel goed. En een directeur zei laatst al van eigenlijk hadden wij 2 jaar uitgetrokken voor digitaal werken. En we zien dat we het nu gewoon binnen een week voor elkaar krijgen. Dus wat dat betreft heel knap. De beantwoording van de vragen.
Wij hebben op dit moment geen signaal daarvan. Daar hebben we wel veel contact mee over de scholen, zoals we ook dat contact hebben over de opvang. Eigenlijk iedere leerling die een gebrek had of die thuis geen device had, die heeft er eentje van school kunnen krijgen. En daar waar scholen aanzien komen dat ze misschien een tekort hebben, daar merken we dat ze ook zelf gewoon op zoek gaan naar de oplossingen. Dus dan wordt niet naar ons gekeken op dit moment. En ik denk ook dat het in eerste instantie aan de scholen is om het op te lossen. En scholen weten dat als er echt knelpunten zijn, dan kunnen ze bij ons aankloppen. Dank u wel, wethouder. Meneer Blanke, is dat voldoende beantwoording van de vraag? Mijn tweede gedeelte van, of tweede, dan heb ik ook nog een derde gedeelte. Mijn tweede gedeelte was het college ook kon aangeven of leerlingen van de radar verdwenen zijn. Maar ik neem dan aan dat dat niet zo is, als ik zo de beantwoording hoor. Meneer Houtsing, kunt u daar nog op reageren? Ja, sorry voorzitter, ik was alweer veel te snel. Scholen hebben wel aangegeven dat ze zich zorgen maakten om een aantal leerlingen. En dat was zeker in de beginfase. En toen zijn ze langzamerhand ook gestart met het gewoon echt individueel benaderen van alle leerlingen. En wij hebben ook bijvoorbeeld via onze leerplichtambtenaren aangegeven dat waar een school dat contact niet kan krijgen, dan zijn onze leerplichtambtenaren ook bijvoorbeeld beschikbaar om dan maar huisbezoekjes of iets dergelijks te gaan brengen. Maar we hebben op dit moment van de scholen geen enkel signaal dat er kinderen niet in beeld zijn. Gelukkig. Nou, inderdaad, dat lijkt mij een goed bericht. Meneer Blanke, kunt u dan naar het tweede deel van uw vraag gaan? Ja, nou in ieder geval fijn om te horen van de heer Huizing. Het laatste gedeelte, dat is eigenlijk voor de heer Bouwmeester, de burgemeester. Heeft het college ook signalen dat er kinderen zijn in onze gemeente die te maken hebben met een onveilige thuissituatie? En gaan deze kinderen wel naar school of opvang? Wat doet de gemeente met deze signalen als ze er zijn? En hoe ziet de burgemeester zelf zijn rol hierin als aanspreekpunt voor kinderen? Ik heb na enig zoeken op het internet kon ik hier namelijk alleen wat over vinden in een artikel op sleemweb.nu van november 2014 en een artikel van januari 2015 op erm.nu. En ik kan me voorstellen dat het voor een kind dan lastig is om te vinden. En zeker in deze tijd is het toch belangrijk dat een kind in de gemeente Koevorden terecht kan. En ik zou dan ook de burgemeester dan ook willen oproepen om beter kenbaar te maken via de digitale kanalen van de gemeente dat hij er is. Ik zie dat de heer Huizing iets kiept. Ik zie het. Het gaat met name over het onderwijs. Dus de wethouder, meneer Huizing, die zegt eigenlijk van nou, ik zal ik het eerste deel doen en dan kan de heer Bouwmeester het tweede deel doen. Dus dat lijkt mij goed. Meneer Huizing? Bedankt voorzitter. We hebben voor kinderen in een onveilige situatie ook in samenspraak met de scholen. En dat is ook op niveau van de VND, de Veiligheidsregio Drenthe, afgestemd. Hebben we gezegd dat wanneer er zorgen zijn bij gemeenten of bij scholen over de kwetsbare thuissituatie van kinderen, dan kunnen kinderen alsnog toegang krijgen ook tot de noodopvang. Dat geldt zowel op de scholen, maar dat geldt ook bij kinderopvang voor de wat jongere kinderen. Dus die afspraken die zijn breed gecommuniceerd en we merken ook dat daar gewoon gebruik van wordt gemaakt. En ook daar zien we dat als we in discussies komen over bijvoorbeeld kinderopvang, wie betaalt dan? Dan redeneren we ook in ieder geval zo dat als er sprake is van een kwetsbare situatie, dan is het gewoon van het grootste belang dat het kind wel gaat. Dus dan nemen wij de kosten als gemeente ook op ons. En volgens mij voor het laatste gedeelte, dat is echt een vraag aan de burgemeester. Dus die kan de heer Bouwmeester het beste beantwoorden. Oké. Meneer Bouwmeester, wilt u die beantwoorden? Ja hoor, als ik verstaanbaar ben. Ja hoor. Mooi zo. Zoals de heer Huizing al aan heeft gegeven, we hebben baat bij een goed functionerend stelsel wat ingrijpt op het allereerste niveau waarop gesignaleerd kan worden dat er met kinderen mogelijk wat aan de hand is. Daar is zojuist het een en ander over gezegd. Maar ik begrijp de heer Blanke ook wel als hij verwijst naar een situatie waarin ook middels een sticker op het gemeentehuis kenbaar werd gemaakt dat kinderen die een moeilijke thuissituatie hebben
altijd bij de burgemeester terecht kunnen. En dat is niet veranderd. Maar we moeten ons wel realiseren dat de situatie inderdaad nu wel wat anders is geworden. Met veel kinderen die noodgedwongen thuis zitten. Die ook niet zo heel makkelijk wellicht de weg naar het gemeentehuis weten te vinden. En het zou ook echt zo moeten zijn dat de toegang naar mijn adres persoonlijk echt de allerlaatste mogelijkheid is. Omdat we natuurlijk allemaal belang hebben bij een zo goed mogelijke basisaanpak. Waar Jeroen Huizing net het een en ander over heeft gezegd. En mijn beeld is dat we dat in de gemeente Coevorden redelijk op orde hebben inmiddels. Maar we zullen inderdaad de vinger aan de pols moeten houden. Dat is zoals ik de suggestie van de heer Blanken ook oppak. En ook kijken of er in die zin ook aanleiding is, maar dan liefst ook wel passend bij de huidige omstandigheden, daar ook publicitair aandacht aan geven. Meneer Blanken, is daarmee uw vraag voldoende beantwoord? Nou goed, ik denk zeker in de huidige situatie denk ik dat kan ik ermee leven wat de burgemeester zegt. Misschien is het goed om daarna dan nog eens te kijken hoe dit wel goed opgepakt kan worden. Dat, dat een kind dus wat makkelijker daarbij terecht gaat. Ja. Okay. Volgens mij heeft de heer Bouwmeester dat ook aangegeven om daar op een of andere manier iets meer rugbaarheid aan te geven. Meneer Bouwmeester? Ja, en laat er vooral geen misverstand over bestaan. Elke wekelijkse vergadering van het regionale beleidsteam staat de positie van deze kwetsbare groepen, in dit geval de kinderen, staat volop op de agenda. Dus wat we kunnen doen en wat passend is, dat zullen we doen. Okay. Dank u wel. Meneer Blanken, was dit voldoende of had u nog een derde vraag? Dat zei u net. Dat waren de vragen die ik had. Oké, dank u wel. Verder heeft zich niemand gemeld voor het vragenuurtje. Ik zie ook verder niks in de chat, dus dan gaan we door naar agenda punt 6. Dan zijn we bij de afdoening van de ingekomen stukken. Ik zit even na te denken hoe we dat gaan doen. We hebben een aantal brieven. Ik loop ze gewoon even langs. 6A1. En ik denk dat mevrouw Jaspersen daar iets over wil zeggen. Mevrouw Jaspersen, hoort u mij? Ja, ja. Wilde u daar een vraag over stellen, over brief 6A1? Ja, dat klopt. Ja. Wat voor bedrag is hiermee gemoeid en zijn er al meer activiteiten of vervolgstappen bekend? Meneer Huizing, kunt u daar antwoord op geven? Ik heb eerlijk gezegd, voorzitter, het bedrag niet zo helder. Maar dat kunnen we alsnog eventjes toesturen. De subsidieregel is gepubliceerd. Dus die is na te zien. Ja. Maar uiteraard willen wij dat ook wel even gaan doen. Goed, dat is dan de toezegging van de heer Huizing, mevrouw Jaspersen, dat u die bedragen nog schriftelijk krijgt toegestuurd. Prima, en dan had ik ook nog een vraag of er al meer activiteiten bekend zijn. Meneer Huizing, zijn er al meer activiteiten bekend voor de laaggelegde tijd? Niet, voorzitter, als het gaat om activiteiten in het kader van de Week van de Alfabetisering. Want die willen we nu juist overlaten aan het veld, zeg maar. Wat we wel willen gaan doen, is uiteraard de reguliere activiteiten die we doen. Dus zowel aan de voorkant samen met de scholen en kinderopvang zorgen dat kinderen een voldoende woordenschatbeheersing hebben. En aan de achterkant de mensen die gewoon op dit moment onvoldoende beheersing van het lezen en schrijven hebben, om die bijvoorbeeld door taaltrajecten te helpen. Mevrouw Jaspersen, is dat voldoende beantwoording? Ja, dank u wel. Oké, dank u wel. Ik zie verder niemand over 6A1. Dan ben ik bij 6A2. Dat gaat over de kadernota van het recreatieschap Drenthe. Ik zie niemand in de chat. Ik weet niet of iemand daar een vraag over heeft. Niet? Nou, dan ga ik door naar A3. Het wordt bijna bingo zo. Ik heb voor brief A3 heb ik een aantal mensen en meneer Stoker van het PAK had daar een vraag over. Oh, ik moet even mijn microfoon onmuten. Wacht even hoor.
Moment. Ja. Meneer ja, Stoker? Voorzitter. Ja. Sorry. Voorzitter, dank u wel. Nee, helemaal niet erg hoor. De heer Blank heeft net al een groot aantal vragen gesteld die ook raken aan de effect van het coronavirus op kinderen. Vraag aan de wethouder, naarmate zeg maar de duur van het niet naar school gaan voor kinderen langer gaat duren, zou het ook wel zo kunnen zijn dat het aantal vragen voor opvang juist in kwetsbare situaties gaat toenemen. Wordt dat ook gemonitord? Dus met andere woorden, de stand van zaken nu kan best zijn dat het stand van zaken over 3 weken anders is. Wordt dat gemonitord? Ik weet niet of meneer Huizing deze vraag kan beantwoorden of de heer Bouwmeester. Ik denk eerst meneer Huizing. Ja, zal ik het proberen, voorzitter? Ja. Wat we sowieso doen is in eerste instantie op Drentse schaal dat inderdaad allemaal bij elkaar brengen. Die signalen die worden vervolgens ook gedeeld met Den Haag. Want ik denk dat het vooral ook goed is dat als wij zien dat er steeds meer behoefte komt aan opvang, en we naar een situatie gaan dat een behoorlijk percentage van de kinderen gewoon alsnog weer op school of in de kinderopvang is, ja, dan is dat denk ik ook een hele goede voor het kabinet om mee te gaan wegen in de maatregelen. Want dat zou dan ook aanleiding kunnen zijn als we dat toch al zien gebeuren en die noodzaak terecht is, om daar andere besluiten in te gaan nemen. Dus op die manier werkt het lijntje niet alleen van Den Haag naar Drenthe en Coevorde, maar ook omgekeerd. Meneer Stoker, is dat voldoende? Wat mij betreft voldoende, dank u wel. Dank u wel. Dan heb ik mevrouw Eidens, VVD. Mevrouw Eidens, VVD. Sorry, ik was even vergeten de luidspreker aan te zetten. Blij dat er zo snel een pakket aan maatregelen is gekomen. De VVD is er erg blij mee, zowel met de landelijke maatregelen als de lokaal ingezette maatregelen. En ook appellerend aan de brief van Horeca Nederland is daar in die zin ook gehoor aan gegeven. De VVD had ook verzocht om een aantal lokale maatregelen te gaan stellen. Waar wij ons wel enigszins wat zorgen om maken is in feite hoeveel de effecten zijn op het ambtelijk apparaat. Want het vergt natuurlijk denk ik best wel veel van de organisatie. En we zijn wel even benieuwd hoe dat gaat. Ik denk dat meneer Bouwmeester die vraag kan beantwoorden. Ja, dat ligt voor de hand, voorzitter. En mevrouw Eidens heeft gelijk. Dit is ook voor de ambtelijke organisatie een hele onwennige situatie. Dat begon natuurlijk al met het willen geven van het goede voorbeeld. Dat als je thuis kunt werken, dat ook de regel is. Dus er vinden nog maar heel weinig persoonlijke ontmoetingen plaats. En dat is in zichzelf al een lastige als je verbindend wil besturen. Maar tegelijkertijd kennen we ook de voorbeelden van de omschakeling, dat bijvoorbeeld het bedrijfsleven intensief in contact is, telefonisch dan, met onze medewerkers. Maar ja, de nieuwe werkprocessen en de nieuwe vormen, dat is nog wel even zoeken. Ik heb vanmiddag geconstateerd in mijn stafoverleg daarover dat de organisatie daar best behoorlijke slagen al in maakt. Maar dat we er ook alle belang bij hebben om dat even goed in de gaten te houden wat dat doet. En dat er ook goed zicht blijft op de individuele medewerkers, ook als ze thuis zitten. Door een actieve rol ook van onze teamleiders. Dus we houden een goede vinger aan de pols. Fijn. Mevrouw Eiders, is dit voldoende? Voor nu is dat voldoende, ja. Oh. Dan heb ik nog de heer Bouwers, PPC, heeft ook een vraag. Maar het wordt geschreven dat alle klinieken en instellingen... Meneer Bouwers, ja? Meneer Bouwers, excuus, ik zette iets te laat een microfoon aan. Als u nog even opnieuw zou willen beginnen, heel graag. Wat is dat mooi dat het kan, hè? Goed. U schrijft in uw brief van 31 maart dat alle klinieken en instellingen zijn gesloten. De vraag is, houdt dit ook in dat er ook geen opname mogelijk is? Meneer, is dat meneer Brink? Kunt u daarop antwoorden? Meneer Brink, hoort u ja, mij? Ja hoor, ja ik hoor u. Kijk, heeft u de vraag gehoord van meneer Bouwers?
Ja, zeker. Of er nog opnames mogelijk zijn. En dan denk ik dat meneer Bouwers bedoelt klinische opnames, zowel fysiek als psychiatrisch. Beide is nog heel wel mogelijk. En ik denk dat als u het nieuws gevolgd hebt, hebt u ook gezien dat specialisten een oproep doen aan mensen die klachten of wat dan ook hebben, wel naar de kliniek te komen, wel naar hun afspraak te komen. En ik denk dat we dat hier via dit medium ook zo nogmaals op kunnen roepen. Mensen, als u ook andere klachten hebt dan die lijken op corona of wat dan ook, gaat u alsjeblieft naar uw specialist of huisarts, want u kunt daar veilig geholpen worden. Nog steeds. Dank u wel, meneer Brink. Die berichten hebben mij inderdaad ook bereikt. Meneer Bouwers, is daarmee uw vraag beantwoord? Jawel hoor. Oké, goed. Meneer Heling, CDA. Momentje, want ik zet even de microfoon aan hoor. Moment. Ik moet even zoeken, want ik heb een hele lange lijst. Die jullie niet zien, maar ik wel. Ja, meneer Heling, CDA. Ja, dank u voorzitter. Het gaat over de huren die sportclubs en dorpshuizen betalen. Is de gemeente van zins om deze huren ook op te schorten en daarmee ook een voorbeeldfunctie te hebben voor vastgoedeigenaren die bijvoorbeeld ook de huren van winkelpanden op kunnen schorten of anderszins betalingsregelingen treffen? Ik ben even aan het nadenken wie ik daarvoor het woord zou moeten geven. Is dat meneer Stegen? Kunt u daar antwoord op geven? Dit is wel heel uniek. Voor het eerst in de commissievergadering en dan gelijk online. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat iedereen mij kan horen. Ik heb de vraag gehoord, ja, inderdaad. Ja, het is zeker zo dat ook die huren worden opgeschort. Ze worden niet kwijtgescholden, maar opgeschort. Ja, het is natuurlijk een zaak dat we de clubs toch zoveel mogelijk helpen. Dat doen we ook met een heel pakket aan maatregelen. Tegelijk zullen ook bij een aantal clubs de inkomsten middels de contributie ook wel doorlopen. Dus dat is ook wel een aspect waar we toch in ons achterhoofd wellicht aan moeten denken. Maar om op de vraag te antwoorden, inderdaad, die huur wordt inderdaad opgeschort. Oké, dank u wel, meneer Stegen. Is dat voldoende, meneer Heling? Ja, dat is op zich wel voldoende. Ik wil nog eventjes refereren aan het feit dat sommige clubs wel overwegen om geen contributie te heffen over een half jaar. En ik wil nog eventjes refereren aan, wil de gemeente een voorbeeldfunctie zijn voor bijvoorbeeld vastgoedeigenaren? Kunt u daar antwoord op geven? Meneer Stegen, u heeft dat net al even aangehaald dat het om een opschorting ging. Maar kunt u daar nog een toelichting op geven, meneer Heling? Of u een voorbeeld wilt zijn? Ja, zeker, voorzitter. Ja, natuurlijk willen we daar graag een voorbeeld in zijn. Maar zoals ik net ook al zei, ja, deze crisis overkomt ons allemaal. En dan is het natuurlijk heel makkelijk om in eerste instantie naar de gemeente te kijken. En natuurlijk moeten we daarin het voortouw nemen. Maar ik vind dat we ook van de commerciële sector, van vastgoedeigenaren, van projectontwikkelaars, allerhande commerciële partijen, dat we daar ook iets van mogen verwachten. Dus het kan zeker niet zijn dat wij als gemeente alles op onze schouders gaan nemen. Maar we zullen niemand in de kou laten staan. Daar kunt u echt op vertrouwen. En we hopen inderdaad dat dit gebaar, wat we niet alleen als gemeente Coevorde nemen, maar ook in Drents verband, dat dat inderdaad breder wordt opgepakt. Dank u wel. Meneer Heling, is dit voldoende? Ja, het is voldoende. Dank u wel voor het uitgebreide antwoord. Dank u wel. Dan zijn we aangekomen bij 6A4. Dat is een motie van de gemeente Drechterland. Ik heb daar niemand op gezien. Dus dan ga ik naar 6A5. Dat gaat over de motie van de begrotingserosie van de Griffie in Enschede. En meneer Stoker van het PAK heeft daar een vraag over. Meneer Stoker, ik zoek even uw microfoon. Ja hoor. Ja, wij horen u. Voorzitter, dank u wel. Vraag aan de wethouder. Ik ga ervan uit dat de stukken die Enschede gestuurd heeft bekeken zijn. En de vraag is of hij ook aanleiding ziet om het analyseinstrument waar Enschede het over heeft ook voor Coevorde te gaan gebruiken. Meneer Stegen, dat zal ook een vraag voor u zijn. Kunt u daarop reageren?
Voorzitter, ik heb de vraag niet helemaal meegekregen. Excuus daarvoor. Meneer Stoker vraagt, er staat een bepaalde analyse in die motie van Enschede. Ik weet niet of u dat heeft gezien. Of u dat ook gaat toepassen, of u dat overneemt. Dan moet ik op dit moment even het antwoord op schuldig blijven, want ik heb dit stuk nog niet uitgebreid kunnen bestuderen. Oké, kan meneer Stoker daar nog een reactie op verwachten, schriftelijk? Uiteraard gaan we daar schriftelijk op reageren. Ik zal ervoor zorgen dat dat op korte termijn gebeurt. Prima. Dank u wel. Ik zag meneer Stoker knikken in beeld, dus die is het daarmee eens. Dat was 6A5. Dan ben ik aangekomen bij brief nummer 6. Dat gaat over de brief van Per Saldo in zaken persoonsgebonden budget. En mevrouw Klein-Gunnemiek van het CDA heeft daar een vraag over. Dankjewel, voorzitter. Hoort u mij? Ja hoor, wij horen u. Ja. De thuiszorgorganisaties signaleren vaak dat het lijkt of de case managers van de thuiszorg zelf niet weten hoe goed het in Nederland is, maar ook in Koevorden. Zou daar nog meer duidelijkheid over komen? En dit alles natuurlijk nu, vooral in deze coronatijd, voor mantelzorgers meer te ontlasten en als het nodig is een adempauze te geven. Dat moet op korte termijn kunnen. Flexibele zorgaanbieders in beeld hebben, zodat ad hoc gehandeld kan worden. Kan de gemeente de samenwerking tussen thuiszorgorganisaties, hulpvragers en hulpbieders versterken, CQ nog beter bemiddelen? Meneer Brink, wilt u daar een reactie op geven? Heeft u de vraag gehoord? Oh, moment hoor, meneer Brink. Ik hoor u niet. Uw microfoon staat wel aan, maar wij horen u niet. Ik heb hier de microfoon ook aanstaan. Ja. Volgens mij was de vraag, kan de mantelzorg ontlast worden door een nog betere samenwerking tussen thuiszorgorganisaties, mantelzorgers en zorgvragers? Op dit moment is maatschappelijk welzijn, die begeleidt de mantelzorg voor ons. Die is volop in actie om alle mantelzorgers die ze in beeld hebben en die zich melden, om die te begeleiden en daar waar dat nodig is, ook samen met de thuiszorg te begeleiden. Tot op heden gaat dat nog goed, maar als deze situatie een langdurig karakter krijgt, dan zullen ook wij andere acties nog moeten ondernemen om mantelzorgers te kunnen ondersteunen. En op dit moment lukt dat nog goed. Hier en daar kunnen we ook breder ondersteunen. Maar we beseffen ons dat we in de toekomst, als deze situatie en deze maatregelen nog lang van kracht blijven, dat we ook andere zaken zullen moeten ontwikkelen. Maar dat doen we samen met de professionals en dat doen we samen met de mantelzorgers. Dank u wel, meneer Brink. Ik ga ervan uit dat het voldoende is, mevrouw Klein-Gunnewiek. Ik hoor niks. Ja, prima hoor. Dank u wel. Dan heeft mevrouw Jaspers, PvdA, ook nog een vraag. Mevrouw Jaspers, hoort u mij? Heeft u nog een vraag? Hoort u mij? Ja, nu wel. Oké. Nou, wij zijn heel benieuwd hoe dit in Koevorden gaat en we zouden daar graag een keer over bijgepraat worden in een themaavond. Over? En meneer Brink vraagt waarover u bijgepraat wil worden, mevrouw Jaspersen. Over hoe de situatie in Koevorden is. Hoe dit in Koevorden gaat. Met de mantelzorg. Ja. Dat kan. Oké. Okay. Misschien is het wel handig, mevrouw Jaspersen, dat u, misschien kan dat via een verzoek of iets, maar dat u iets specifieker aangeeft wat u dan in die themaavond graag behandeld zou willen zien. Ja, dat is goed. Prima. Ja? Doet u dat schriftelijk? Ja. Oké, dank u wel. Ik zie dat de heer Juffer van D66 ook nog een vraag heeft. Ik weet alleen niet of dat over deze brief gaat. Ik zal even de microfoon van de heer Juffer aanzetten. Ja. Meneer Juffer, had u nog een vraag over A6?
meneer Juffer. Beter? Hoe ja, zo beter. Ja? Ja, ja. Oké. Ja, ik had een vraag over twee punten. Over de PGB's. Wordt aangegeven dat de tarieven in veel gemeenten worden verlaagd. De informele tarieven. Richting het minimumloon. Het minimumloon is aangegeven door de minister. Dat richtlijn mag zijn. Wordt er in de gemeente Coevorden die lonen ook verlaagd voor de informele tarieven? Of is het de verwachting dat het gaat gebeuren, of blijft alles eigenlijk bij het oude? Meneer Brink? Ik heb niet het signaal dat we wat gaan veranderen. Wilt u de exacte tarieven? Dan zal ik u die vraag ook technisch beantwoorden. Ja, graag. En dan had ik nog een vraag over de indicaties. Er wordt aangegeven als advies om nu de jeugdzorg een beetje begint te lopen eigenlijk. Om ook indicaties voor langer dan een jaar, wat eigenlijk standaard is, af te gaan geven. Zowel voor PGB's als Zorg in Natura. Is dat iets wat in de gemeente Coevorden ook gaat gebeuren of al gebeurt? Meneer Brink? Dat gebeurt. En daar hebben we ook een soort pragmatische aanpak aan. Kijk, want iets wat een handicap wat je leven lang blijft, daar is een indicatie van om de 3 maanden of elk jaar is natuurlijk een beetje raar. Inderdaad. Ja. Okay. Is het voldoende beantwoord? Ja, duidelijk zo, helder. Okay. Dank u wel. Dan zijn we bij A7. Ik zie daar niemand op. En dan moeten we naar 6A8. Er staat 6A7 verslag debat bijeenkomst, maar dat is 6A8. Daar zie ik niemand op. Brief 6A9 gaat over de noodverordening. Die hebben jullie allemaal gelezen als het goed is en dan zitten we middenin. dan komen we bij agenda punt 7. Dat is de brief van het college van BNW en dat gaat over de culturele gemeente van Drenthe. Hoe voor de culturele gemeente van Drenthe? En daar zijn een aantal mensen die daar graag iets op willen zeggen. Ik geef eerst het woord aan mevrouw Eijders, VVD, want ik zie dat... Oh, meneer Tempels is inmiddels weer aanwezig, maar ik geef even het woord aan mevrouw Eijders. Dan is er naar meneer Tempels aan de beurt. Ik ben even weer aan het zoeken op de microfoon. Mevrouw Eijders, kunt u die zelf even... Oh, ik heb hem. Ja. Inderdaad, even een vraag. Ook in verband met het coronavirus. De effecten hiervan zullen enorm zijn. En ook in financieel opzicht, denk ik, voor de gemeente. En de VVD vroeg zich af, de begroting die er nu staat voor het programma. En er wordt natuurlijk een heel mooi programma is gepresenteerd. Maar staat dat straks nog op losse schroeven? Of is dat, hoeven we daar al geen zorgen over te maken? Meneer Huis... Meneer Houtsing, kunt u daar een reactie op geven? Heeft u het gehoord? Ja, ik heb de vraag gehoord, voorzitter. Wat ons betreft staat de ambitie nog steeds overeind om volgend jaar culturele gemeente te zijn. En het is aan uw raad uiteraard, want u gaat over het budget, of u dat ook nog net zo belangrijk vindt als wij. Maar wij denken dat dat kan. En wij gaan ook gewoon verder met de voorbereidingen daarvan. Omdat wij niet voor niets 2021-2022 dan met name hebben uitgekozen als jaar voor de culturele gemeente. Waar we uiteraard wel naar kijken is hoe dat precies moet gaan qua planning. En dat zou kunnen betekenen dat in de planning er iets gaat opschuiven en dat het zwaartepunt nog iets meer in 2022 komt te liggen. Maar dat nemen we gewoon mee in de hele voorbereiding. En wat ons betreft, nogmaals, de ambitie staat nog steeds huishoog overeind. Okay. Mevrouw Eijders, is dat voldoende? Dat is voldoende, ja. Oké, dankjewel. Meneer Tempels, u heeft ook een opmerking op deze brief. Even kijken hoor. Goed zien. Oh, u bent er. Meneer Tempels? Dat ik wel. Ja? Ja, we horen u hoor.
Oké, dankjewel, voorzitter. Voor ons ligt een ambitieus plan met veel activiteit voor de hele gemeente. De fractie van BBC 2014 is van. Meneer Tempels? Meneer ja, Tempels, u valt heel erg weg. Wij horen u niet. Tenminste, ik hoor u niet. Dus ik denk eigenlijk de rest ook niet. Er vallen steeds stukken uit. Ik zie wel dat een heleboel mensen hier wat over te zeggen hebben en over te vragen hebben over dit stuk. Dus misschien kunnen we het anders oplossen. En deze brief als bespreekpunt op de volgende commissievergadering zetten. Dat mag voor mij. Misschien kan via de chat even wat mensen reageren. Hè, want ik heb in ieder geval nu een stuk of 5, 6 die hier iets over willen vragen.